Er is een nieuwe bestuurvoorzitter. Maar daar zit Rob de Jong toch? Ja, maar hij gaat bijna met pensioen. Jammer. Ben benieuwd wie de nieuwe voorzitter is. Wie is Karel Verweij? Ik kom uit een ondernemersgezin en dan moest ik altijd heel hard werken. En mijn opa zei tegen mij, Karel, als je een keer valt moet je altijd één keer vaker opstaan. En zo heb ik altijd gewerkt, ook nu, nooit opgeven. Altijd positief blijven en gewoon lekker doorwerken tot het goed is. Wat doet u bij Plurijn? Nou, wat ik probeer te doen is te zorgen dat de organisatie goed loopt. Ja. Dat alle cliënten tevreden zijn en dat de medewerkers fijn vinden om bij ons te werken. En dat iedereen zegt, goh, wat vind ik het fijn om bij Plurijn te zijn. Dat ruimt. Ja, dat ruimt. Waarom bent u de nieuwe voorzitter van Plurijn geworden? Om een heleboel redenen. Maar de belangrijkste reden is dat ik heel erg hou van het werk wat Plurijn doet. Ja. Ik heb heel lang in de zorg gewerkt. Ik heb veel in andere soorten zorg gewerkt, maar dit is de zorg waar mijn hart naar uitgaat. En ik denk dat ik ook wel iets kan betekenen. Ik denk dat ik iets voor jullie kan doen en dat ik iets voor de medewerkers kan doen. Wat voor indruk heeft u van Plurien? Van Plurien heb ik nog niet zoveel gezien. Ik hoop nog een heleboel andere locaties te bezoeken, maar ik vind het een hele mooie organisatie. En niet omdat het zo mooi is buiten, maar omdat er Plurijn doet wat andere organisaties misschien niet kunnen of niet willen doen. En ik had daar net ook een gesprek en daar werd ook gezegd hoe moeilijk het soms is, maar we doen het wel. We zijn er voor iedereen. Heeft u net een rondleiding gehad bij Werkrode Jeugd? Wat viel u op? Wat mij opviel was de ontvangst. En wat mij opviel was de openheid van de cliënten en het meisje wat mij rondleidde. Ja. Die heeft me alles laten zien en ik heb een fantastisch goede indruk gekregen van hoe haar leven in elkaar zit. En ik vond het waanzinnig knap hoe ze dat gedaan heeft. Gaat u nog andere locaties bezoeken? Zeker, Michel. Ik ga ze allemaal bezoeken. Ik wil jullie leren kennen en ik wil ook dat jullie mij leren kennen. En de medewerkers ook. En heb je het zelf ook heel fijn bij Plurijn? Ik heb het heel erg fijn bij Plurijn. Zeker als ik jullie met hier zit. Het is jammer dat het zo warm is, maar voor de rest vind ik het hartstikke leuk en heb ik het heel fijn vanmiddag. Ja. Ja. Jij ook? Ja. Jij ook? Ja. Goed zo. Heb je nieuws en wil je dat delen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl.